iedereen. Het is maandag vandaag. Tijd voor een nieuwe video. En vandaag gaan we een keertje iets anders doen. We gaan namelijk niet koken. Maar ik heb wel iets anders heel erg leuks voor jullie. Afgelopen donderdag was de boeklancering van mijn Guilty Pleasures kookboek. Als je nou geen idee hebt waar ik het over heb, klik dan even op mijn hoofd. Dan ga je naar de video waarin ik je alles uitleg over het boek. En een goede boeklancering en een fijn feestje wordt niet afgesloten zonder cadeautjes. En ik heb vandaag ook een cadeautje voor jullie. Ik heb namelijk... de goodie bag die iedere gast die bij mijn boeklancering aanwezig was, meekreeg aan het eind van de avond. En zonder onder andere jullie was het boek er zeker niet geweest. Dus ik ga aan een van jullie ook een goodie bag weggeven. In de video van vandaag ga ik hem even unboxen. Laat ik je zien wat er allemaal in de goodie bag zit en zat voor de gasten. En aan het eind van de video geef ik eentje weg. En vertel ik je ook nog even hoe je extra kans maakt op een exemplaar. Goed, laten we gauw beginnen. Er zijn heel veel merken geweest die een product beschikbaar hebben gesteld voor deze goodie bag, waar ik heel erg dankbaar voor ben. In deze tas zitten mijn Guilty Pleasures, een aantal van mijn favoriete producten en merken. En gezond is het zeker niet, maar genieten ga je er hopelijk wel van. Ik pak gewoon even willekeurig de producten eruit. Allereerst zit er een flesje Arizona Iced Tea in. Ik weet niet zeker of jij dit flesje krijgt. Er zijn een aantal verschillende smaken beschikbaar die ik ook heb gekregen voor de goodie bag. Maar in ieder geval zit er een flesje Arizona in. Dit is mijn meest favoriete iced tea die er bestaat. In Amerika drink ik het altijd. Maar gelukkig zijn ze ook bij de Albert Heijn en bij de Jumbo hier in Nederland te koop. Heel erg lekker. Dan zit er van Donny Craves een pakje koekjes in. In dit geval zijn het de cranberry koekjes. Ook deze zijn in de winkel te koop. Ze zijn zo ontzettend lekker. Verkrijgbaar in verschillende smaken. Dit is een van mijn favorieten. Heel erg lekker. Dan zit er van Verkade een reep van hun nieuwe flinterdunne chocolade in. Dit is de smaak puur. Van, ik ben ambassadeur van vleeswaren.nl, een platform voor inspiratie voor vleeswaren, voor het gebruik van vleeswaren. En zij hebben een zak met droge worstjes beschikbaar gesteld. Met een leuk labeltje eraan. Dit is Limburgse boerenstengel, mild gekruide droge worstjes. Heel erg lekker voor een kaasworstplankje om te snacken, maar ook heel fijn om in een gerecht te verwerken. Het zijn trouwens twee dubbele worstjes in één zo'n verpakking. Er zit een cadeaubon in voor Bites We Love. Het is een kortingscode. Bites We Love is een abonnementenbox voor hele leuke en iets gezondere snackjes. Als je je aanmeldt met de kortingscode die achterop deze bon staat, ontvang je 4,95 korting. Je betaalt dus 4,95 voor de eerste twee boxen van je abonnement. En daarom krijg je de eerste box gratis. Heel erg leuk. Om even kennis te maken met Bites We Love zit er natuurlijk een zakje in. Kijk, het is zo'n klein zakje. En dit zijn een van mijn favoriete snacks. Dit is Hide and Seek Almonds. Dit zijn chocolade, karamel, amandelen. Heel erg lekker. Mijn favoriete mayonaise zit erin. Een hele grote pot Hellmann's mayonaise. Is de allerlekkerste mayonaise die er is wat mij betreft. En dit is niet de light versie natuurlijk, want die is er ook. En ook niet de versie op yoghurtbasis. Dit is gewoon de echte, authentieke Hellmann's. Ook zit er een klein flesje Amarula in. In mijn boek staat een recept voor tiramisu met Amarula. En de Amarula krijg je dus alvast van mijn cadeau. Kun je alvast aan de slag met de tiramisu. Van Verkade zit er ook nog een exemplaar in van hun dubbel dik chocolade. Een hele dikke chocoladereep in de smaak melk. Er zit een Oh My Foodness sticker in. Een notitieboekje van Oh My Foodness. Gewoon gelinieerd, omdat je nooit genoeg notitieboekjes kunt hebben. En last, maar zeker niet least, er zit een exemplaar in van mijn Guilty Pleasures kookboek. En als je het leuk vindt, zie ik hem ook nog even voor je. En dat was de inhoud van de Guilty Pleasures goodie bag waar jij kans op maakt. Wil je nou kans maken op een exemplaar van deze goodie bag? Laat dan even een comment onder de video achter en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Mocht je nou extra winkans willen hebben voor deze goodie bag, ik geef ook nog een exemplaar weg op mijn Instagram account, op de site en op de Facebookpagina van Oh My Foodness. Check even alle linken in de beschrijving voor de Facebookpagina's en al dat soort dingen. En check die pagina's even om te zien hoe je daar kans maakt. Meedoen aan deze winactie kan tot 17 november, dinsdag 17 november, 12 uur. En die middag ga ik de winnaar bekendmaken en die ontvangt een persoonlijk bericht van mij.
een iets andere video dan normaal. Maar ik hoop dat je het leuk vindt. Ik hoop dat je mee gaat doen aan de winactie. En ik hoop dat de winnaar heel blij gaat zijn met een exemplaar van deze goodiebag. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te commenten onder deze video. En dan zie ik je donderdag weer.